Zo, dat is hem dus. Hier bovenin. Hier. 12 april. 's ochtends om 9 uur. Op NPO 1 op de radio. Kijk. Had hij het erover van door de mens gemaakte streepjes. Dat is nieuw. Dat is niet nieuw, maar... Ja, het viel een beetje op. Nou, dus dit is hem dus. Ja, hey. Oh, heb je er nog één? Kijk. Mooi, hè? Maar daar wou ik het even niet over hebben. Maar ik zat zo straks op Duitsland te kijken. Want daar mogen ze niet meer naar buiten. En toch gaan de mensen naar buiten. Want ze zeggen, hé, hier klopt iets niet. Gaan ze demonstreren. Nou, de politie is behoorlijk agressief. Poeh, oude mens. Nou, die oude vrouw, die lag op de grond. Ja, die had echt van alles gebroken, weet ik zeker. Daar gingen ze ook niet meer aan trekken. Want ze denken, nee, dan wordt het blijven. Poeh, maar ja. Ze wou de grondwet... ze wou voor de rechter opkomen. Dat mocht niet. Nee, dat is verboden. Dus, ophokplicht hebben we nu. Ja, ophokplicht. Ja. Nou. En, volgens mij begint het een beetje hier en daar toch wel in Frankrijk. Poeh. Macron, ik denk dat Macron, die krijgt het moeilijk in Frankrijk. Poeh, ho, ho, ho. Tegenwoordig in die achterstandswijken, nou dan durft de politie echt niet naar binnen hoor, nee. Krijgen ze wel problemen, maar hier, die vredige mensen die dan staan te demonstreren, ja dan komen ze eraan hoor. Nou, Achtung, hier spreekt die politie. Nou, dan krijg je allemaal regeltjes en dingetjes en datjes en dan danken voor ihre Mitwerkung. Nou. Oh ja, daarachter, hè, die gebouwen daar. Ik ken een paar mensen die hadden een paar huisjes daar gekocht, maar op de dag dat ze tekenden, toen stond het er nog niet eens. Gelijk afvalstoffenheffing, de hele mikmak, de gemeente wist gelijk, ja, u bent de bezitter van een denkbeeldig huis. Nou, dan moet je gelijk betalen. Hè? Nou, mooi, hè? Grappig. Goed van Zutphen. Ik vind het wel heel erg, corona smart. Nou, maar niet iedereen is lucky down. Even, in ieder geval, straks zitten we in een depressie. Heeft meneer Rutte met zijn groepje, meneer Rutte, Merkel, Macron. En die hebben een bepaalde denkwijze over mensen. En dan zeggen ze, laat maar zitten. In ieder geval, ze zeiden ook, zolang we geen vaccinatie hebben en geen chippy 06 06 06, dan komen ze ook echt niet meer vrij. Hè? Dan die lockdown blijft dan wel even lucky down. Dan gaan we echt niet, voordat jullie niet te trekken zijn en ingespoten en dan komen we niet meer vrij. En het geld moet ook weg. Boe, geld. Ja. Je krijgt wel energiepunten, is ook leuk. Huh? Of ze zelf ook een chipje in doen? Nee, natuurlijk niet. Hey, ze zijn toch niet gek? Ik had niet gedaan dat ik was. Ik ken heel veel mensen die zeggen, nou, als ze mijn kinderen nog één keer helemaal volspuiten, dan bla 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 bla. Huh. Dus, hier, daarboven. Hup. En, zie je dat de hank, daar beneden de hank? Nou, dat is... Hij zakt. Dus straks hebben we gewoon weer problemen in de achter. Hebben ze veel miljoenen slootjes zitten graven. Maar niet eens één diep stukje waar de kikkertjes en patjes als de nood is in kunnen gaan zitten. Nee, het is alleen voor dat je niet van de paden af mag komen. En daar overal bordjes, dit mag niet, dat mag wel. En de hele dag met die stadstoezichthouders, met zwaailichten lopen ze er dan te rijden. Wieuw, mensen, hou je hond vast. Hè? Nou. Oh, kijk eens. Leuk hondje. Hé. Hey. Oh, hij ziet mijn vogeltje. Hé, hey, hallo. Ja, kijk er maar eens even naar. Dat mag wel, hoor. Even snuiven. Ja, hallo. Hé, hey, boefje ben jij. Nou. Zo. Nou. Dat was hem weer. Nou, ik weet eigenlijk niet meer. Die hond leidt me af. Nou ja, hè, toen kwam er een... Ze zeiden, ben je niet bang dat ze je vogelvrij verklaren? Ik zeg, dat klinkt nog heel goed. Ze zeggen, nee, dat is niet goed. Nou ja, laat me zitten. Doei.